99. Wat? Fucking sick, toch? Dat soort bedragen ga ik wel goed op altijd. Helemaal per toeval. Dan is het namelijk geen toeval meer. Oké, hier, dit is het totaal van deze andere kassa. 16, 5, 1, 2 onthouden. 3, 5, 9, 11, 18, plus 4 is een 2, 2 onthouden, 2, 4, 21. En wat was de beginkassa hier? 700. Kan het zijn dat er in totaal 70 euro aan merchandise is verkocht? Ja. Althans bij mij wel. Ik weet niet of ik de enige ben. Maar het zou wel kunnen. Ik heb zelf computertijd. Ik weet het. Er komen vandaag boodschappen, yes, en morgen ook. Waarom? Vandaag komen gewoon onze eigen boodschappen, morgen voor eten op woensdag en de oudjes. Oké. Bijzondere bedragen of gewoon normaal? Nee, van vandaag is volgens mij iets van 2,5, of kan ik wel zien. Kunnen wij zo de computer claimen voor de knaakjes? Ja, eigenlijk sta ik op de roze. We zijn niet zo heel lang bezig. Ik denk 5 minuutjes. 3,16 en 2,15. Oh. Toch? 5 minuutjes redden we ook. We weten alle kosten zo'n beetje. Dus. 240 beveiligers. 2 beveiligers, toch? Ja. 30 euro ex. Beter. Volgens mij heb ik er 3 gezien. Karin. 3? Oké, dat is 360. Waarom heb ik er 2 gezien? 2 dacht je ook? Bij 200 mensen en geen zuipevenement zou 2 ook wel schappelijk zijn, zeg maar. Op een gegeven moment zag ik 2 beveiligers bij het plateau zitten. Tijdens de film. Was er ook ja, misschien dat er eentje gewoon vermomd als publiek is gekomen. Ja. Met een bakootje in zijn hand waar niet uitgedronken wordt. Of wel af en toe als hij opvalt. Of het bakoblikje dan leeggieten en dan water erin doen. You also so creative. Oh, alweer. Alweer. Deze ook al. Ook zo moe van. Dit is echt misschien het 12e bericht. Jens, had je een muntje bij de merch ook meegeteld? Ja. Okay. Helaas wel. Lagen er veel dingen in de sale, ja hè? Ja, volgens mij genoeg. Dus waarschijnlijk hebben we 3 tientjes winst gedraaid op de merch. Dat is toch allemaal zo gek natuurlijk, Jens? Weet je wat we hebben verdiend op de rondleidingen? Nou? Nul. Vergeet een muntje te vragen. La 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 la. Staat godverdomme zelfs op dat papier. Die ze waarschijnlijk zelf heeft getypt en uitgeprint. Nou, dat heeft hij ze waarschijnlijk gedaan. School. Ik ga het ook even expliciet benoemen. Rondleiding 0. Kassa's done. Nee, geen tattoo gezet, geen Survivrix verkocht. Merchandise, 71 euro. Rode loper moet erbij als kosten. Ger, mag ik even zitten? Kijken. Tuurlijk, Messias. Matisse, s'il vous plaît.
De soldaat gaat wel staan. De matroos. Ja, te beschermen. Tegen het kwaad. We letten niet, hè? Wat is die voor pleur? De merchandise inkoop wel, inslag wel. Nee, hoe kan het dat we... Wacht even, hoor. De polies zijn toch 1 op 5, de inkoop? Ja. Dan zou het toch boven de... Dan zou het veel minder moeten zijn. Even kijken, hoor. Nou, we hebben daar een 1,2 prijs per stuk voor de waste hebben we er volgens mij ten aangekoppeld. Okay. Waste, batterijen, afschrijven van het apparaat. Dan mogen we hem wel verhogen naar... Even kijken. Beveiliging, zei je 2,40, hè? Ja. Prullenbakken niet. Reiskosten niet. Even kijken. Nou begint het feest. Wacht even, deze moet ook niet... Opname plus montage. 3,50. Is ex, hè? In. Heeft hij 21% overbreken, neem ik aan. Opname plus montage, pop, up, ja, bioscoop. Stoelen. Doe maar. Stoelen, ja. Dat is 1060 in de BTW. Ach, dat gaat niet. Rode loper. 86 euro ex. Is die kleintje ook meegereden? Kleintje? Nee, maar dat zijn aparte kosten die gemaakt zijn. Dat was inclusief confetti 9 euro, volgens mij. Even kijken. What else do we got? Ja, die prularia die we niet gebruikt hebben. Dat kleine rode lopertje en 2 keer confetti kanonnen. 9 euro. Rode slinger. Dus confetti. 9. Ja. Hebben we nog betaald voor... Hier moet dinges nog bij. Monira. Ja. 300 euro. We hebben ook nog reiskosten betaald. 75 euro voor visagie tijdens de opnamedag. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ja. Dan hebben we Monira, Waffel en de visagist. Saro. Ja. What else is there? Speaker, muziek. We hebben geen muziek aangekocht. Wat een beveiliger. Rode loper, stoelen. Accuwissel. Nieuwe inwoner, jongens. Moment kijken, hoor. Emotionele schade, ja. Hey, maar de grootste kostenpost gaat het worden als die stoelen niet goed geretourneerd worden. Maar is daar wat mis mee? Nou, volgens mij hoor je dat soort stoelen gewoon wel helemaal schoon terug te geven. Ja. Ik weet niet of ze schoon zijn. Straks krijgen we weer een naheffing van de schoonmaakkosten. Ik weet niet of ze hem ook misschien gewoon standaard spoelen. Hier vanaf de zijkant zie ik al viezigheid. Oké, even kijken. De grasmaaier is stuk gegaan tijdens het maaien. Ja, die rekenen we niet mee, toch? Nee, natuurlijk niet. Kan natuurlijk wel. Hey, een pak check voor de bezoekers. Ja, die zit er wel bij, ja. 10 euro. 1 pak? Ja. Ja, dat is 8 euro. Yes. 8,90 plus vloei. En tips. 9,20. Wat zoek je? Heb ik hier niet. Plus 1 euro tip. Peace. Hoeveel was het nou? Tientje? Ja. 8,90 euro is vloei. 30 cent is... Oh, 45 euro bloemen of zo. Wie zou ze van een zak gaan betalen? Ja. Nou, ze zei wel dat als het voor zichzelf was geweest, had ik gezegd, doe maar van het zakgeld. Maar het is voor Hiske, Monira en Baffel. En het is in principe al benoemenswaardig dat ze aan een ander denkt. Dus dat nee, dat heeft Mariska haar geadviseerd. Oh, dat was 47,85 euro. Schade, Gerrit.
Wil ik ook uitgekeerd hebben. Voor de sok. Hey, het voorlopige resultaat bleef hetzelfde. En is er iets misgegaan? Ja. Oh. Hij heeft de helft van de kast niet meegenomen. Oeh. Even kijken, maar dit is ook een net wat lagere kaartprijs. Kijk eens. Ja, we hadden hem al gekeken. Nou, dat is wel weer lief, maar dan moeten ze wel afrekenen. Wordt afgerekend als het goed komt. Oké, okay. Ja. Sorry hoor. Ah, zo. Ook. De kaartverkoop zit er nog niet in. Ja, wel, maar ik was even aan het kijken wat nu uiteindelijk de ticketprijs was geworden. 57. Oh. 260 verkocht of we net praten. Ja, we kunnen niet meer alles annuleren. Hè? Wat er dus customer deleted is, dat kunnen we niet meer annuleren. Ja. Dat is wel verrot. $244 trouwens. Ja. Even kijken, want de kaartverkoop was dus... Bodies hebben, entree hebben, rondleidingen hebben we. Hebben we niet, maar hebben we. Voel je je veilig op dit moment? Ja, super. €6,30. Oh. €6,30 in. Ja, en... 25x. Nou, dan ga je verlies draaien. Nee, nog net niet. Behalve als we de... acteerlessen... Had je die nog niet tussen gezet? Nee, Monira 300. Of is dat voor tijdens de draaidag? Acteerlessen. Oké. Ja. Voor tijdens de draaidag, voor de komst op de avond en... Ze is hier 4 keer geweest. Oké. Daar is ze alle 4 voor betaald en dat is €300. Goed, goed. €200 mensen op het trein, maak je winst van €138. Wat de fuck gebeurt hier? Ik wou hem even draaien. Maar dat kan zeg maar niet als je hem... Ah! Ah. Maar ja, onderaan de streep hebben we €138 overgehouden. Hebben enorm gelachen om een film. En zijn de acteerlessen er wel in verrekend. Maar daarentegen, ja, 200 mensen op het terrein, dan moet je gewoon ten alle tijde meer overhouden. Nieuwe inwoner. Oh, lachen. Ah, wat had je gezegd? Adriaan! Even kijken. Ik ben zo bang dat we nog dingen vergeten ook. Even kijken, wat is de inslag van de entree? Dat is 30%. Schappelijk. Wat natuurlijk wel scheelt is qua wijn en dat soort dingen. Daar hadden we natuurlijk allemaal nog staan. Alles wat je daarvan verkoopt, heb je geen inkoop hoeven doen. Maar om geen vertekend beeld te geven van het evenement, moet wel gewoon inslag verrekend worden. En die rode slinger, zit die er ook al bij? Ja. Maar die confetti-kanonnen waren toch om €9? Nee, ik dacht dat die rode slinger, die was €5,95. Maar is zo'n confetti-kanonnen maar 2 piek? Ja, dat was het. Ah, dat is fantastisch. De hele dag confetti-kanonnen voor dat geld. God, ja. En we hebben ook nog uren staan opruimen, dat is fantastisch. Ja, dat is wel echt genieten, ja. Deze is even fout, helaas. Oh. Ah, dat is jammer. Wat? De kaartkoop was op basis van de X, hadden we hem berekend. Nee, of van de ink. Ja. Dat is even jammer. Ah. Wel, hè? De min. 48.
Maar dat is wel gebaseerd op basis van... 170 gram. Ja. Dus en... 30 gram moet starten. Even kijken. Dat is wel veel. 77 nog, dat zit 3 graden kaartje tussen. Kijk hoeveel. Oh, grappig. Die betaal je gewoon eigenlijk. Sorry, kusje, kusje, kusje. Probleem met de restitutie van de bestelling. Dus jullie moeten lekker even gewoon een mailtje terug gaan sturen en dan vragen. De boeken het was zelf terug. Nu krijgen ze ook de boekkosten niet terug. En dat vind ik echt onredelijk. Aangezien het een fout niet is. Okay. Dus ik zou hem lekker zo op 170 laten staan. Totdat ze anders met andere informatie komt. Dat is 48 euro verlies. 2, 8. Maar ja, 27 is wel echt heel erg veel, hè? Ja. Dat gaan we denk ik niet redden. Ik weet niet meer voor gratis. Hoeveel zit je nu? Even kijken. Stel dat we zeggen we komen uit op 180 kaarten. Ja. 4 euro. Oh. Maar ik denk dat dat ook wel schappelijker is hoor. 17 mensen die niet kwamen. Ja. 27 is echt te veel. We hebben 4 euro winst gedraaid gisteren. Dat is toch mooi. Nou, daar werken we gewoon lekker voor. Een film die we niet hebben. 1 keer mogen zien. Nou, dit wil je ook niet de tweede keer zien, toch? Ik weet niet. Misschien nog een keer stand proberen. Super. Even kijken. Nou, dan komt dat met dat treintje ook wel goed, denk ik. Ja. Ja. Ah, dat is fantastisch. Zitten we al over de 100, jongens. Oeh, nog 2. Nog steeds 2. Voor 4 oktober. Voor 4 oktober. En hoe gaat het met de 13e? 13e, 22 kaarten. Ah, dat is nog niet zo goed. Nee.